beste mensen van NL Game Reviews, daar ben ik dan bij Jurgen Rijman. Ja, bij mij. Helemaal, ja, we zitten hier op de set volgens mij. Ja, dit is het oude huisje van Tante S. En ik heb net even een show van je bekeken, was hartstikke leuk natuurlijk. Thank you, man. Jamai was er en wie nog allemaal? We hadden Jamai, we hadden Kees van Kooten en Dolph Jansen. Ja, was hartstikke leuk. Echt in één take ook gewoon, ik ben echt een vakman. Zo doen we het. Zeker weten. Hey, ik had wat vraagjes van de kijkers gekregen om je te stellen. En dat is onder andere dat een paar mensen zich afvroegen, hoe kom ik nou bij de tv dan te werken? Het is heel wat geluk sowieso. En ik heb het geluk gehad dat ik op een gegeven moment werd ontdekt door de mensen van de NPS. Ja. En ze zochten naar de presentator voor een nieuw comedyprogramma en ik ben er zo ingerold. Ja. Maar wat ik heb gemerkt wat goed is, is probeer gewoon met je eigen dingen, zoals jij je eigen YouTube kanaal hebt. Ja, precies. En op een gegeven moment ontdekken mensen dat. Begin je eigen filmpjes te maken, eigen programma's te maken. En vroeg of laat word je ontdekt en dan kom je er wel. Maar je moet er natuurlijk ook een beetje aanleg voor. Je moet er ook aanleg voor hebben. Ja. En het is heel hard werk. Je moet gewoon echt door blijven zetten. Ja, want op het begin toen je met die typetjes begon en zo, vond je dat nog een beetje eng? Dat je, dat je iets zou falen of zo? Nee, ik vind het nog steeds soms eng als ik er bezig ben. Want het is hoe dat ook. Ik bedoel, elke keer moet je iets nieuws. Je moet elke keer een nieuw product maken. Ja. Een nieuw product presenteren elke zondag. En je moet grappen maken die je nog nooit eerder hebt gemaakt. Dus dan weet je ook niet hoe dat valt. Maar op een gegeven moment daar ben je aan. Ja, precies. Spanning. Tante S, hoe lang doe je die al? Tante S doe ik nu al op tv hier in Nederland vanaf 2001. Ja. Dus dat is nu al 13 jaar. En hoe lang zit je al in het vak? Ik zit nu 30 april aanstaande, zit ik precies 15 jaar op televisie. Wauw, 15 jaar. Ja. Nice. Hey, ik heb dus een gamingkanaal. Iedereen die eigenlijk naar ons kijkt op dit moment speelt games. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, speel je zelf ook games? Nee, ik ben niet echt van het gamen. Ik hou wel van spelletjes. We doen thuis heel veel spelletjes, maar vooral boardgames doen we dan. Ja, precies. Ja. En ik speel ook graag dingen. Op mijn telefoon speel ik poker en Russell. Oh, ja, een soort van boggle-achtige. Meer mobile games. Meer mobile games. Ja. En, ik heb een PlayStation 2, ik heb een PlayStation 3, ik heb een Wii, ik heb alles, maar die dingen speel ik meestal een week en ben ik erop uitgekeken. Staan ze in het stof. Ja, weet je, ik ben als de dood om echt om online gaming te doen, want ik heb mijn neef bijvoorbeeld, die kreeg laatst een PlayStation 4. Ja. En ik was een dagje bij, maar ik raakte al bijna verslaafd. Dat is echt, moeten we niet hebben. Nee, dat moet je hebben. Ik heb te weinig tijd ervoor, want ik weet hoe ik ben, als ik daar eenmaal instap, dan stop ik er niet meer mee. Stop je niet bij, dat man. Maar ik heb wel bewondering voor mensen die zo, ik zag gisteren wel op tv, was er hadden ze een toernooi ergens in Amerika. Dan hebben ze echt een groot publiek erbij, vier mannen. Twee teams of vier mannen tegen elkaar spelen. Ja, precies. Die sport, dat wordt echt, daar kunnen ze heel veel geld mee verdienen. Die mannen hebben $200,000 verdiend of zo met zo'n e-sports heet dat inderdaad. Ja, het is wel knap inderdaad. En wij doen al vanavond dan reviews en zo, let's plays. Mm. En dat is op YouTube ook gewoon heel tof. Dus het begint steeds meer te komen. Eigenlijk. Nou, het laatste spelletje dat ik echt heb gedownload en gespeeld heb, dat was, hoe heet het weer? Ik met het vogeltje die... Flappy Bird. Flappy Bird, ja. Het begint al te vallen en dat helemaal is in principe is dat ook gewoon hetzelfde als in die game. En dan heb je ook Crush Bird of zo, dezelfde heb je nu, maar dat je met twee palen waar je dat in die palen dat die is moet wel, je dan moet je het is zo smashen. Frustrerend. Het is heel frustrerend, maar de echte games, daar heb ik echt heel veel waardering voor, maar ik heb er gewoon de tijd niet voor. Nee, precies. Nou, je doet dit in ieder geval heel erg goed. Dus dank ik zou zeggen, hoe lang wil je nog ongeveer doorgaan, denk je? Zolang ik het nog leuk vind. En nu vind ik het nog leuk, dus we gaan nog even door, hopelijk. Nou, hartstikke belangrijkste in principe. Absoluut. Hey, ik wil je bedanken. Dat is mijn doe we de andere hand. Ja, even de andere hand. Ja, dan kunnen we het spiegelen in beeld. En kijk dan even So Rijman op zondag half. Op zondag om 10:50 meestal. 10:50. Ja. Nou, zeker doen dus. Hey, I keep on gaming. Yes. Check the shit off, game over.